Ik kan er wel over werk. Als ik even erin ga zitten en ik kijk even 5 minuten om me heen. En ik geef u een granaat. Dan rijk ik dat ding de poort uit hier. Ja. Ik heb wat dat betreft wel een beetje het idee dat er tegenwoordig zijn een beetje wat meer watjes. Ik bedoel, ik weet niet hoe het bij u vroeger ging. Nou, dat was niks natuurlijk, hè. U zat gewoon in de bush. Dus ik ging met 2 paar sokken weg en 2 stel ondergoed. Vanuit Nederland naar Indonesië? En ik heb nooit meer wat bijgekregen. Na de oorlog zijn er 120.000 Nederlanders naar Indonesië gegaan. En daar zijn er 6.000 niet van teruggekeerd, hè. Kijk. Dat was een missie, hè. Vroeger gingen we met 120.000 naar Nieuw-Guinea, kwamen er 6.000 niet terug. Hoe moet het anders? En dan maar hopen dat de Koerden het voor ons opknoppen op de grond. Ja. Ja. Vindt u een beetje laf? Een beetje laf, ja. Een beetje laf. Een beetje erg laf. Oorlog voelen is een politieke kwestie geworden, hè. Ja, want hoe was dat in uw tijd? Nou, niet, hè. Gewoon, als het nodig was, erheen. Hè? Ongecompliceerd vuren. Ja, 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 ja. Ik zeg net tegen een paar waarom ik dat uniform aan heb. Ja. Omdat het niet meer mag. Aha. U zegt, ik maak een statement. Ik ga gewoon in mijn uniform over straat. Ja. U provoceert. Ja, dat moet toch ook. U kunt ook nog bij ons komen werken eventueel dan. Ja, nou, als dat zo kunnen. U bent een nieuwe recruit. Ja, dat doen we.